Vijf jaar lang probeerde de regering het land vanuit Londen te besturen. Nu moesten nieuwe politieke structuren zich zetten en het geloof in de parlementaire democratie worden hersteld. De verkiezingen in 1946, die bevestigen grotendeels zijn gelijk. Precies 75 jaar geleden. En zo kon zijn kamerlidmaatschap nog voortduren tot in de 60er jaren. Eerst in jaren weer naar Den Haag kwamen. Vandaag herdenken we dat we weer de eerste keer na die oorlog bij elkaar kwamen. Dat de democratie werd hersteld, dus dat is heel belangrijk. We vieren vandaag eigenlijk de continuïteit in de parlementaire democratie. Zo heb ik het gevoeld. Het is belangrijk dat we 75 jaar vrijheid vieren. Het is geen vanzelfsprekendheid dat we in vrijheid kunnen leven. Toen niet, afgelopen jaren niet, vandaag niet, morgen niet. We zien het elders op de wereld, dus laten we daar iedere dag bij stilstaan. Geachte medeleden, na de lange, bange jaren van scheiding verheugt het mij de vertegenwoordiging van het Nederlandse volk weder te hebben kunnen bijeenroepen. Ik ben een sterk gelover in parlement, democratie, de regeringsvorm zoals we die hebben. En dat was mijn reden, niet als het vanuit het acteur zijn, maar als burger, om mee te doen aan deze viering of herdenking. Bij die dag 25 september 1945, daar stonden we vandaag extra bij stil. En dat was voor mij ook een eye-opener eigenlijk, hoe belangrijk die dag was. Op dinsdag 25 september 1945 was het voor het eerst sinds de bevrijdingsfeesten weer een drukte van belang op het Binnenhof. Gedenkwaardig, denk ik, dat een goed woord is. Ja, ik vond het vrolijk, maar ik vond het ook erg memorabel. Vooral de kinderen van en kleinkinderen van oud-parlementariërs vond ik heel indrukwekkend. Een van de eerste dingen was die de nazi's deden natuurlijk toen ze ons land overnamen, is de democratie afschaffen, logischerwijs, want ze waren de bezettingsmacht. De Tweede Kamer werd ontbonden, ministers vluchten naar Engeland. En het moment dat de Tweede Kamer weer ging functioneren, was eigenlijk het moment dat Nederland dus weer een democratie werd. Dat wij weer die vrijheid en het principe dat de Nederlanders bepalen wie hen regeren, dat we dat weer terug hadden. De democratie kan niet bestaan zonder een volksvertegenwoordiging, zonder een parlement. En daar moeten we eigenlijk bij stilstaan, omdat dat geen vanzelfsprekendheid is. Niet in de Nederlandse geschiedenis en helaas nog steeds ook in een hoop landen niet. Een hele belangrijke dag, ook hoe die Kamer toen weer gestart is. En dat er bijvoorbeeld op die foto's en films niet één vrouw was. Ik dacht, waar waren die vrouwen dan? Er moeten toch ook vrouwen geweest zijn in die kamer. Dus dat ga ik nog eens opzoeken. Nou, misschien toch wel het meest dat daar Khadija Ariep staat. Dat is voor mij een toonbeeld van de openheid en de vooruitgang van onze democratie. Ze is een vrouw. Ik ben zelf geboren in 1956. En als ik haar nu daar zie staan als vrouw, ja, dat vind ik gewoon prachtig. En dat geeft aan hoe ver we gekomen zijn, 75 jaar geleden, en wat we nu met elkaar samen vieren vandaag. Het mooiste van het geheel vind ik denk ik toch dat we stilstaan bij een dag die in de geschiedenis nog niet zo gememoreerd is. Het is een dag dat de Kamer eigenlijk gewoon weer aan het werk ging, nog vleugellam was. Maar dat we nu achteraf toch zien dat het begin was van het herstel van de parlementaire democratie. Dat vind ik wel belangrijk. Nou, ik denk met heel veel gemengde gevoelens op zich. Fijn, opgewonden van we komen weer, maar ook wie ben je kwijtgeraakt in die tussentijd? Het parlementaire zit in mijn bloed en daarom vond ik het een hele indrukwekkende bijeenkomst.